Welkom bij Koffie en Wol TV. Dit is de tweede aflevering van de Woelen Dikt Struikal. We hebben een hippe trui uitgekozen uit de Woelen Dikt lijn. De Butterfly Effect trui. En deze gaan we in 4 lessen leren te breien samen. De knitalong bestaat uit 4 afleveringen. In deze tweede aflevering van onze knitalong ga ik je laten zien hoe je het patroon moet lezen om af te kanten. Je komt aan bij de hals, gaan we ook samen oppakken. De steken afkanten voor de hele bovenkant. Nou ja, en stel dat je een steekje hebt laten vallen, ga ik je laten zien hoe je dat op moet pakken. Ik ga je laten zien hoe je het patroon moet lezen om de steken te minderen. Voor het rugband moet je verschillende aantal steken zetten voor welke maat. Je hebt maat S, M, L en X, die staan netjes achter elkaar en dat geldt dan ook voor de aantal steken. Dus de eerste steek maat S, de tweede steken die ze vernoemen maatje M, L staat de derde en als laatste staat XL. Dus ga je bijvoorbeeld maat M breien, dan zet je 75 steken op. Ga je XL breien, zet je 87 steken op. Nou, je ziet hier heel mooi plaatjes van het rugpand, het voorpand en de mouw. Nou, je begint eigenlijk altijd met het rugpand. Het aantal steken hebben we uitgelegd hoeveel je op moet zetten per maat. En dan ga je in het patroon van de halve patentsteek, patroon 1, wat ze hier ook uitleggen, ga je beginnen met breien. 12 centimeter beginnen ze in de originele kleur, maar dat kan je natuurlijk helemaal loslaten als je dat leuk vindt, met lichtbruin. Dan breien ze op de hoogte van de maat, dus zeg even dat we de eerste maat pakken op 39 centimeter vanaf het randje, de beginrand gemeten. Ga je op een gegeven moment aan weerszijden een markering aangeven, want dat doen ze, daar zit zometeen de mouw. Op 19 centimeter vanaf de markering, dus je kan ook zeggen 19 en 39, maar oké, hun meten vanaf die markering verder, gaan ze voor het eerst in elke tweede naald, dus dat doe je dan of aan de voorkant of aan de achterkant. Ik zou zeggen aan de achterkant of aan de voorkant van het lapje, sorry. Want dan zit je altijd in die rechte naald, dat breidt eigenlijk wel zo makkelijk. Dus vanaf 19 centimeter vanaf de markering ga je minderen. Nou zie je hier die slash natuurlijk staan, dat is de eerste maat. Dus dan doe je 4 keer 5 steken aan beide kanten, want je hebt tenslotte 2 schouders. Ga je 4 keer 5 steken afkanten. Dus dat moet je lezen als 1 keer 5, 2 keer 5, 3 keer 5, 4 keer 5. De andere maat hebben ze een iets andere mindering. Doen ze eerst 2 keer 5 en 2 keer 6. Daar staan gewoon meer steken op. De derde maat 4 keer 6 en de grootste maat is 2 keer 6 steken, 2 keer 7. Dus de voorste is het aantal keer dat je het aantal steken wat erachter staat af moet kanten. En dan krijg je dit stukje als schuinte en dan op een gegeven moment op een 60 centimeter hoogte hou je 29 steken over in de kleine maat, 31, 33, 33 vervolgens voor de grotere maten en die ga je dan afkanten, gewoon zoals je hier ziet recht. Dus aan de achterkant heb je geen hals, wel je schouders en aan de voorkant zometeen heb je wel weer dezelfde schuinte van de schouders. Maar je begint wat eerder om die ronding te krijgen. Leggen we je later uit. We gaan eerst de schouders even laten zien hoe je afkant. Nou, ik ga dat aan de voorkant doen. Dus dat is in de rechte naald. En op een gegeven moment gaat aan de achterkant natuurlijk gewoon het patroon weer verder. Even de kleinste maat als voorbeeld. 4 keer 5 steken in de tweede naald. Dus aan, aan deze kant ga ik 4 steken minderen. De kantsteek haal ik gewoon af. Dit is de eerste steek, je haalt hem er eigenlijk gewoon over. 1, 2, je kan ook natuurlijk netjes zo met je naald doen, hè. 3, 4. Dus dat is 1 keer 5 steken. Dan brei je je naald uit. Aan het begin van je naald ga je dus elke keer die steken minderen.
Dus aan deze kant ook 5. Maar hier moet ik wel de patroonsteek breien, anders krijg ik geen goed patroon. Dus dit is 1. Even kijken hoor, averecht. 2. Dit is mijn derde. Dit is de vierde. En deze in de laatste is de vijfde. Dus nu heb ik aan beide kanten 1 keer 5 steken afgekant. Dus ik moet dit nog 3 keer zo herhalen. Gewoon netjes in de patroonsteek verder breien. Je breidt je naald dus eigenlijk weer uit. En dan kom je weer aan het begin. En dan ga je weer minderen. Hier zie je dat je eigenlijk een lus extra hebt van die steek die overgehaald is. Maar je verwerkt hem als 1 steek. Dus nu zou ik deze 5 steken weer af moeten kanten. En zo ga je door tot je het aantal bereikt hebt. En dan kom je in die schuinte van die schouders terecht. Ik ga je laten zien hoe de hals in elkaar zit. Het voorpand is een heel klein stukje beschreven, want kijk, er staat ook als het rugpand breien. Dus het eerste stukje is gelijk als het voorpand, recht en de kleurwissel, tot je de hoogte van je maat hebt bereikt. Stel je hebt de kleinste maat, dan ga je tot 55 centimeter vanaf de onderkant gemeten. En dan moet je 9 steken voor de kleinste maat afkanten in het midden. Nou ja, je hebt 69 steken. 9 steken eraf halen, hou je er 60 over. Dus hier staan 30 steken. Je kant 9 steken af. Hetzelfde wat je hier hebt gedaan, allemaal achter elkaar. Gewoon over tellen, zoveel steken. 9 steken. En hier hou je dan weer 30 steken over. Dan zit je draad op een gegeven moment aan deze kant. En je gaat dit stukje als eerste afbreien. Deze blijven gewoon even op je naald rusten. Nou, wat gaan ze dan doen voor de hals? Die 9 steken heb je gehad. Dan gaan ze 1 keer 3 steken afkanten. Dus 3 steken is 1 groepje. 2 keer 2 steken. Dus 2 steken en aan de volgende begin weer 2 steken. En 3 keer 1. Dus dat is 1 steek, 1 steek, 1 steek. Op een gegeven moment kom je ook weer op dezelfde hoogte als wat ze aangeven voor je schouders. Geven ze op een gegeven moment na die markering aan, hè, die 19 centimeter. Op dezelfde hoogte ga je deze mindering ook weer doen, zoals in het rugband. Dus je krijgt gelijke zijnaden. Dit is even lang als het achterpand, anders passen ze zo meteen niet op elkaar. En de hals aan de voorkant brei je wat dieper, want dan valt hij wat mooi rond en dan kom je er ook beter met je hoofd in. Ja, zo brei je eigenlijk je voorpand verder. Ik ga je laten zien hoe je af moet kanten. Alle steken afkanten. Is 2 steken breien en je eerste steek eroverheen halen. Dus je hebt 2 steken en de achterste haal je eroverheen. Probeer het wel los te houden, want anders trek je hem eigenlijk op de afwerkrand te veel naar elkaar toe. Dus zonde. Je laatste steek. En je kan je lus erdoor halen en hem hierdoor knippen. Je kan hem er hierdoor knippen. Je kan hem even breken. En dan trek je hem er zo doorheen. Dus als je de lus er doorheen hebt gehaald, dan ziet het er zo uit. Hier heb je al je steken afgekant. En dit is groepsgewijs zoals ze aangeven. Om die schuimte van die schouders te krijgen. Ja, zo heb je je achterpand dus eigenlijk klaar. Een foutje, heel vervelend, een steekje laten vallen. Ik ga laten zien hoe je dat nog op kan lossen. Ik heb een steekje laten vallen, ergens niet goed ingestoken. En ik kan dit eigenlijk niet zomaar even gauw ophalen. Ik haal mijn naalden eruit en ik wil hem terug gaan halen totdat ik al mijn steken goed zie. En het is best een klusje, dus trek niet in één keer heel hard, want je bent al je steken kwijt. Nou, ik ben hier halverwege en ik zie al mijn steken ook staan. Zo zie je ook heel grappig hoe dik die wordt. Dan ga ik mijn steken weer oppakken door gewoon mijn naald
door de lusjes te rijgen. En eigenlijk gaat dat best lekker. Doe het gewoon heel rustig. Hier zit mijn draadje, dus de andere moeten op de andere naald. En dit is een beetje slingeren. Voorste steek, achterste steek. Kijk, hier zie je dat hij net wat lager zit. Dus dit lusje hoort er toch zo meteen echt bij. Maar ik ga het eerst even mijn steken redden. Dan ga ik wel even kijken. Ik zit aan de voorkant, dus daar heb ik dit keer allemaal rechte steken. En dan ga ik even kijken of ik echt alles heb. Kijk, hier zie ik dus dat er een lusje voor en achter zit. Dus dat gaat niet goed. Dit was de patentsteek. Averecht. Dus deze zet ik met z'n tweeën op mijn naald. En dit wordt de averechtse. Ja, ik kan even met mijn naald doen, maar ik kan het ook met mijn handen doen. Net wat. Die haal ik er over en ik heb hem weer. Dit is de rechter. Was rechter breien. Dit is de rechter. Nou, hier weer hetzelfde. Heb ik ze allebei? Ja, ik heb ze. Deze ook. Het is het makkelijkste om je steken weer op te pakken aan je rechterkant. Dus haal hem uit totdat je op de rechte naald zit. Maar dat is wel even heel voorzichtig, steekje voor steekje. Wat je ook kan doen, als dat lukt, is steekje voor steekje terughalen. Dus dan steek je in de lus en dan heb je ze op je naald. Als je dat fijner vindt, kan dat ook. Dan hoef je ze niet helemaal meer terug te vissen en steken op te halen. Dus dan steek je in de onderste variant lus. En je haalt je draadje eruit. Dus er zijn twee manieren om het uit te halen. Rigoureus je naald eruit trekken zoals ik net deed. En je steken weer voorzichtig ophalen. Of terugsteken. En kijk, voor één naald is dit leuk. Maar zit hij al helemaal hier? Ja, dan ben je wel even bezig. En het is een harig draadje. Dus hij trekt niet echt heel makkelijk uit. Dus doe het voorzichtig. Want je trekt zo je steken helemaal naar onder. Ja, je kan het beter zo moeten redden dan hem helemaal uithalen. Je kan verder met het breien van het rugpand, daarna het voorpand en volgende week doen we de mouwen. Alles kan je nalezen op ons blog en dan zijn we de volgende week weer. Tot dan!